We hebben een hele hoop onderzoek gedaan over hoe communicatie overkomt en wat je ervoor nodig hebt. We hebben zelfs de neurofysiologie erbij gehaald. Alright, ladies and gentlemen, let me introduce to you the brain. Er zijn een aantal gebieden die belangrijk zijn in het vakgebied waar we het nu over hebben, verbaalmeesterschap. Het eerste wat ik wil uitleggen is de amygdala. Amygdala staat voor amandel. Het is een amandelvormig gebiedje, een klein klompje neuronen. En zoals we het mij hebben geleerd, is het gebied wat de regie heeft over emoties. Hij maakt niet de emoties, daar zijn sapjes voor. Hij heeft een bijzondere vrijage met de hypofyse. En als er bijvoorbeeld een vrachtwagen high speed aankomt en je hebt adrenaline nodig om een grote sprong te maken, dan zegt hij even adrenaline en dan woop, kun je springen. Dat ding echter, het ontstaat in de eerste 7 levensjaren. En het blijft een beetje kinderachtig. Het stopt met groeien en het blijft dus steken bij een 7-jarig kind. En het is niet alleen kinderachtig, maar ook heel snel geëmotioneerd. Ja, dus, als je een kind de lolly afpakt, dan wordt het ineens van een groene amandel een rode pulserende bloemkool. Ja, dus het is een rustig gebiedje en dan een lolly kwijt. En dan begint die opdrachtjes te schreeuwen in je hoofd. Ja? Slaat hem! Krassen, spuug, tuf, steek hem in de fik, dat mag. Ja. En dat blijft dus. Jullie hebben geregeld tijdens vergaderingen bloemkolen. Dat je dat stemmetje hoort, schupt hem. Ja. Als je nu slaat, is geweld niet zinloos. En gelukkig hebben wij ook nog een ander gebied. Want anders zouden wij elkaar de hele dag in elkaar slaan. Althans, ik ken bedrijven waar veel bloemkolen zitten. Gelukkig hebben we nog iets aan de andere kant. Dat heet de thalamus. Dit is het gegevensdeel bij alles wat wij opnemen. Emoties en de gegevens erbij. Nou, dit dingetje heeft ook een vrijage met het lange termijn geheugen. Dus je kunt ook nog een hele hoop onthouden. Dat is iets wat wij vroeger niet deden. Vroeger hadden we die hersenstam en dat limbische systeem. Je moest heel snel kunnen rennen, want dan kon een tijger aankomen. En dan was je niet bezig met onthouden. Dan was je niet aan het rennen van, goh, een mooi stukje grond, moet ik ooit eens iets op gaan bouwen. Je was gewoon wegwezen. En later kwam pas het denken erbij. Nou, dat denken, dat wordt vergemakkelijkt door een kleine verbinding. Dat is nog niet eens zo lang geleden ontdekt door Joseph Ledoux. Per ongeluk trouwens, die had bij het weghalen van een tumor iets te hard doorgehaald. Ja? Dus die man die had eventjes geen link meer tussen gevoel en gegevens. En dit wordt opgeslagen. Daartussenin zitten de NALS, de Neuroassociative Links. Dat maakt dat je bijvoorbeeld een plaat kunt horen en een vakantiegevoel terugkrijgt. Dat maakt dat je in een rokerige kroeg kunt zitten, pratend over vroeger, en dat je de keuken van oma ruikt of proeft. Dat soort dingen. Nou, dat had die man even niet meer. Je hebt dus emoties, je hebt gegevens, gepaard opgeslagen. En dat gaat dan naar de prefrontale hersenkwab toe. Nou, dit is je control center. Hier maak je beslissingen. Hier bepaal je, ga je slaan, ga je lopen, ga je praten en welke woorden gebruik je. Al dat soort zaken. En gelukkig heeft dit gebied de macht om het geweld van die amygdala te temperen. Dit gebied heeft inhibitory neurons. Zeg maar nee-sapjes. Ja? Dus, live, volgende week krijg je een situatie. Je wordt in je bedrijf aangesproken door een persoon die dat doet op een hele speciale, voor hem of haar unieke wijze. Hij schiet in één keer in de rode bloemkool en begint te schreeuwen. Schupter! Ja, slatter! Dan kan hij met hem in overleg gaan van, laten we dat niet doen, het is je baas. Ik heb dit meegenomen in het verbaalmeesterschap. Die hersenklomp die doet zo ontzettend veel dingen. In deel 1 gaan we er les in krijgen, omdat als je die rode bloemkool niet snapt, je enorme fouten blijft maken. En als je dan de technieken van krachtiger communiceren erbij pakt, gaat die rode bloemkool nog harder doorkomen in een vergadering, tijdens een presentatie of thuis. En in het tweede deel waar ik dus tot de technieken kom, ga ik de hersens gebruiken omdat ze enorm te piepelen zijn. Dit is echt briljant. Dus hoe kun je het zorgen dat je snapt wat je fouten zijn voordat je gaat praten? En hoe kun je de hersens van anderen zodanig manipuleren helpen dat datgene wat je zegt langer blijft plakken? Dit is een seminar van Denk.